Oké, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Digilab Maakt. Ik ben Sjors. En ik ben Menno. En wij gaan het vandaag hebben over Minecraft. We hebben twee keer in de week een Minecraft werkplaats gedaan met Joep erbij. En dan deden we elke week, elke keer weer een nieuw thema behandelen, waarin mensen online op de server iets konden bouwen met ons. Dat was heel leuk om te doen. En nu leek het me leuk om in deze Digilab Maakt aflevering een aantal bouwwerken te gaan bekijken van de Minecraft werkplaats. En die ging over een vakantiebestemming. Vakantiebestemming, ja. Inderdaad, ja. Nu weet ik het weer. Het was natuurlijk in de lockdown. Dus we hadden het over onze favoriete vakantiebestemmingen. Daar mochten we over na gaan denken. En laten we die eens even door gaan nemen. En dan wil ik speciaal ook richting het einde gaan kijken naar Menno's bouwwerk. Dat is een heel groot, ambitieus project geworden. Dat is niet af? Het is niet af, nee. Maar het is wel heel erg geschikt. Het past heel erg bij Digilab Maakt, denk ik. Omdat het Minecraft gebruikt als een soort creatieve tool om iets mee te maken. Dus laten we snel gaan kijken wat we allemaal hebben. Ja, zien wat voor vakantiebestemming we hebben gekregen. Ja, we staan hier voor een ingang, hè? Ja, dit is de entreepoort van Freek, maar niet echt Freek. Ja, klopt. Hij noemde zich Freek, hè? Maar het was Julian, blijkbaar. Julian, ja, blijkbaar. Ja, in Minecraft hebben ze allemaal natuurlijk, alle deelnemers hebben ze wat van die codenamen, hè? Van die internetnamen. En dit was gemaakt door Julian. Die heeft een hele mooie toegangspoort gemaakt tot ons vakantiepark, zeg maar. Met een vuurwerk, zo. Ja. Je ziet hier, like die rode stipjes die erop zitten, dat is allemaal redstone. Ja. En die gaten, zeg maar, dat is waar het vuurwerk uit werd geschoten. Dus het is echt, ja, basically een soort van Minecraft engineering, zeg maar, wat hij hier heeft gedaan. Het is echt heel interessant, want je kunt er ook heel erg veel mee maken. Ja, leuk. Echt een soort mechanisme om het vuurwerk mee af te steken. Dus daar werd het park een beetje mee ingeleid en afgesloten. Welkom to Digilab Park. Ja, dus hier zijn we door de ingang. Hij heeft ook allemaal van die paden gemaakt. Dat vind ik wel leuk. Ja, en heel, heel mooi met al die plantjes daarnaast. Het is echt meteen feestelijk, vakantieachtig, weet je wel. Ja, en daarmee koppelt hij eigenlijk alle attracties of alle vakantiebestemmingen aan elkaar. Dus even kijken wat we hier hebben. Hier hebben we een soort boomhut of zo. Ja. Weet jij nog wie die heeft gemaakt? Nee, dat ben ik even kwijt. Maar ik had wel het idee dat het iemand is die halverwege weg moest. Ah ja, ja. Het is een beetje leeg. Het is een klein beetje leeg, ja. Het is wel leuk hoor, een boomhut. Misschien wil je daar op vakantie. Dat je woont in een boomhutje of zo. Dit vind ik wel leuk. Hè. Hier is een soort zandkasteel gemaakt. Yes, een heel officieel zandkasteel met een banner erbij en alles. Vlaggetje. En diegene gaat, denk ik, graag naar het strand, maar heeft er ook konijnen bij geplaatst? Ja, nou, misschien houdt hij van konijnen. En best wel cool. Het strandstoel. En hier was ik de zon gemaakt. Ja, die vond ik echt heel cool om te zien. Dat iemand gewoon zoiets had van, tja, ik kan niet garanderen dat de zon er altijd is in Minecraft, maar wel in mijn bouwwerk. Ja, heel leuk meegenomen. Beetje vakantiebestemming, een beetje zonnige bestemming. En hier hebben we er nog zo eentje. Hier hebben we eigenlijk een soort kas, het lijkt wel een soort broeikas. Waar het dan warm is en waar een strand is met waar je kan zwemmen. En, ik vind deze badlakens vind ik echt heel erg cool gevonden. Ja, vind ik grappig bedacht. Oké, we gaan er eventjes snel doorheen, want we moeten er veel behandelen. Want hiernaast, naast de twee tropische bestemmingen, hebben we weer het tegenovergestelde. We hebben heel uiteenlopende bouwwerken zien. Het is echt net zo'n videogame zo, met al die verschillende klimaten zo rakelings naast elkaar. Ja, inderdaad. Hier hebben we Wintersportparadijs het IJsje. Heel leuke naam. Dat vond ik leuk verzonnen ook, ja. Hier kun je dus op wintersport. Dus ja, als je nou niet op wintersport kon door de corona, dan kon het wel virtueel in de werkplaats van Minecraft. Ja. Dus hier ook een... De slaaphal, als het goed is. Ik dacht wel misschien de après-ski bar of zo. Kan ook, kun je dat ook doen. Leuk. Best wel veel detail. Oh, en daar was een grot. Die heeft Joep nog onderzocht, zeg maar live op de stream. Omdat Joep altijd een beetje zoiets heeft van, wow, een grot, hier ga ik even... Ja, eigenlijk moet ik iets gaan bouwen, maar dat is een grot, weet je wel. Moet je even onderzoeken. Het is leuk om tussen het bouwen door even de omgeving te verkennen en dan ook die grot in te gaan. Ja, ik heb zo'n gevoel als we er nu in gaan, dan dwalen we heel erg af. Sowieso. Dat wordt een soort aparte aflevering. Kijken. Grot staat hier ook. Ja, ja, ja. Grot verkennen. Dat hoort bij elk goed vakantie, skioord. Ja, blijkbaar wel. Achter je stond ook nog een dit was het Duco. Ja, Duco die kwam op een gegeven moment langs. Dat is een vaste bekende bij Digilab hier. En die had
Nerve HQ gemaakt van Neon Genesis Evangelion. Heel cool. Het is een anime-serie, een Japanse tekenfilmserie, die hij helemaal vet vindt. Ik ook, toevallig. Ja. Ik weet niet of ik dit als vakantiebestemming zou kiezen, maar het is wel heel cool uitgevoerd. Ja, tof dat hij iets uit de Japanse tekenfilmserie heeft gemaakt. Ik vind het ook een hele leuke serie, dus het was voor ons heel leuk om te zien. Een beetje insider joke. Ja. En ook groot. Ook heeft hij goed nog op tijd afgekregen dan. Ja. Cool, dan gaan we eventjes verder. Oh ja, hier hebben we nog een soort achtbaan. Achtbaan, die zit geloof ik bij elke... We hebben altijd wel iemand die een achtbaan maakt, heb ik het idee. Minstens één iemand die een achtbaan maakt. Ook zo, ook bij de vakantiebestemming. Oeh, die val is wel echt heel... Kijk eens. Dit is levensgevaarlijk, ja. Ja, maar Minecraft. Kom op. Mag. Online. Ja, het mag. Kijk, als het een Rollercoaster Tycoon doet, dan weet niet of je daarmee wegkomt. Virtueel kan het geen kwaad zomaar zijn. Nee, sowieso niet. Even kijken. Ja, dit is de ingang. Nog een aparte ingang, zie ik. Ja, ook. Like Joep, die bezoekt al die attracties ook live op de stream. Dus als je ooit een keertje mee wil kijken, dan kun je ook zien hoe die al die attracties ingaat en zo. Ja, dat is wel goed om te vermelden. We doen ook een YouTube livestream terwijl we de online werkplaats hebben. Mm-hmm. En dan kan iedereen meekijken. Daar hosten wij het een beetje. Joep doet dat heel goed ook. En dan gaat hij langs al die attracties inderdaad. En aan het einde doen we altijd een groepsfoto nog. Dat is ook leuk. Ah ja. Ja. Hier hebben we een wildwaterbaan, hè? Mm-hmm. En die gaat een hele gevaarlijke wildwaterbaan. Ja, deze was ook gevaarlijk. Ook live on stream is die getest, volgens mij, door Joep. Met een bootje ging die er doorheen. En hij gaat zo onder de brug door. Dit vond ik ook een hele leuke brug. Doet mij een beetje denken aan de Efteling. Ja, mij doet het ook meteen denken aan Rollercoaster Tycoon. En mensen die gewoon in de rij staan te wachten tot ze een kaarsje mogen kopen van deze curator. Ja, ook leuk hè, dat de game character een poppetje uit de game, zeg maar, de tickets doet of zo. Dus wat hebben we nog meer? We hebben hier inderdaad de wildwaterbaan. De tweede wildwaterbaan. Hè? Hier nog één, hè? Ja. Deze was wel helemaal gevaarlijk, omdat hij gewoon naar beneden valt. Ook heel cool, ja. Ja, dit kan dus hopelijk wat inspiratie om een keer mee te komen doen met de Minecraft werkplaats. En het is een leuk naslagwerkje dat we kunnen zien wat er gebouwd is. Het is altijd heel erg uiteenlopend wat iedereen maakt. En iedereen heeft zijn eigen visie van, hey, wat wil ik nou eigenlijk maken en hoe ga ik dat maken? En dat is wel echt altijd heel interessant om te zien. Want alles is welkom. Ja, super uiteenlopend. Hier hebben we zo een zwevend eiland zelfs als vakantiebestemming. Vond ik ook cool. Ja, dat vond jij zeker heel cool, omdat je het zelf ook hebt gemaakt. Klopt, ja. Ik had hem nog niet gezien, maar ik was ook op het idee gekomen om een... In eerste instantie wou ik een onbewoond eiland maken. Mm-hmm. En toen werd het een zwevend eiland, omdat het ook een fantasie-vakantiebestemming mocht zijn. Een zwevend onbewoond eiland, dat klinkt best realistisch. Goeie combo. Ja. Dit is hem geworden toen. Mm-hmm. Dus watervallen. Ik denk vanuit deze projecten wil ik even gaan kijken naar jouw bouwwerk, man. Oké. Okay. Want we zagen hem hier op de achtergrond al staan in de horizon. Mm-hmm. Het is een enorme rode toegangspoort. Ja. Dit is... mijn vakantiebestemming is Japan. Omdat ik Japan gewoon een heel interessant land vind. En ook qua geschiedenis, cultuur en ook geloofsovertuiging en dergelijke die zij hebben. Want uit Japan komt Shintoïsme. Mm-hmm. En Shinto heeft heel erg veel met shrines en met spirits en dergelijke te maken. En een van de dingen die in Japan heel veel ziet, zijn dit soort gates, story gates heten die. En die leiden je als het ware naar religieuze of heilige locaties en zo. Ja, dus het is tof. Dus hoort echt heel erg intrinsiek bij Japan. En vind ik gewoon heel interessant. En heel mooie constructies ook vaak. Dus het is een soort toegangspoort tot een heilige plek of een tempel, een gedenkplaats, zeg maar. Ja, het is... soms staan er ook gewoon echt heel erg veel achter elkaar. Dat is één hele beroemde locatie die dat echt heeft. En dat is gewoon een hele mooie artikel ook om te zien. Want we hebben er ook wat beeldmateriaal nog bij gezocht. Mm-hmm. Laten we eens even kijken. Hier hebben we, als het goed is, zien we nu de Tori Gate. Ja. En, dat is een van de verschillende. Like die daar in het water staat, dat is misschien wel een van de meer bekendere, denk ik. Ja, die is heel bekend, denk ik, inderdaad. Het geeft ook aan van, soms weet je niet zo duidelijk waar ze naartoe leiden, want deze staat gewoon letterlijk in het water. Ja, dan krijg je echt het gevoel dat het alsof het
toegangspoort tot die namaals is. Hè? Of een soort iets groters wat je dan niet kan vatten. Of wat misschien conceptueel of heilig ja, is. Ja, het is ook... er is een spel wat heel erg met Japanse mythologie te maken heeft. Genaamd Okami. Ja, die hebben ook nog openstaan. Yes. Kijk, in Okami heb je ook... Want in Okami speel je eigenlijk een wolf. Maar dat is ook de zonnegod. Zonnegodin, sorry. Ja. En die functie, de functie die de Torii Gates in dit spel hebben... is zeg maar dat als je ernaast zou lopen... dan verandert er eigenlijk helemaal niets... Mm-hmm. aan de wereld. Maar als je er onderdoor loopt... dan kom je opeens in een soort van... heilig realm uit. Zeg maar. Ja. Een heel ander realm... waar je andere dingen kunt doen. Ah, wat tof, ja. Een soort spirituele transformatie... Ja, of zo, zeker. Die je doormaakt. Dat gevoel kreeg ik ook wel heel erg... bij dit plaatje, ja. Mm-hmm. Van, je vraagt je af, wat doet... als je alleen maar heel logisch... beredeneert, denk je van... wat doet die poort hier in het water? Mm-hmm. Maar het geeft inderdaad dat gevoel van naar het hiernamaals of het eeuwige of het licht wat ontwaakt of zo, iets in je. Ja, fantastisch mooi om te zien. Mm-hmm. En ook heel tof dat jij er dan zo'n cultureel project van hebt gemaakt, van je Minecraft vakantiebestemming. Ja. Heel tof. Ik switch weer even terug naar Minecraft. Ja. Want ik wil eens even beter gaan kijken. Ze zijn meestal rood, hè? Ja. En je hebt qua materiaalkeuze, is dit ook hout of zo? In het echt zijn ze normaal van hout, denk ik. Ja, ze zijn overwegend van hout. Het is wel bewerkt hout natuurlijk. Maar dit, de beste kleuren die ik hier kon vinden is wol. Omdat Minecraft heeft zeg maar, een heel groot palet aan kleuren in wol en beton. Mm-hmm. Je ziet, zeg maar, ja, als je zoekt naar rood, dan krijg je meteen... Maar als je hier naar wol zoekt, zeg maar, dan krijgen ze meteen een hele selectie van verschillende kleuren. Ja. En dat vond ik wel interessant, want dit zijn echt gewoon een beetje basiskleurtjes die je kunt vinden. Maar waar ik nu achter ben gekomen door een ander project wat ik ben gestart, zeg maar. Kun je echt heel erg veel verschillende kleuren zo aan elkaar leggen in Minecraft. En dat geeft best wel interessante effecten als je op een grote schaal gaat werken. Ja, 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 want dat is nog een ander element waar ik het met jou over wil hebben, inderdaad. Mm-hmm. Het is eigenlijk, je bent eigenlijk bouwstenen aan het leggen, hè? Die rode bouwsteentjes. En jouw project is zo groot. Je hebt ook een soort ronde kokervorm gemaakt, hè? Ja. En je zou zeggen, ja, hoe maak je iets wat rond is in Minecraft? Want het zijn alleen maar die blokken. Mm-hmm. Maar je hebt er dan eigenlijk naar gekeken alsof het echt pixels zijn, hè? Waarmee je een soort tekening maakt. Ja, het is als je zeg maar vooral als je oudere monitoren bekijkt of like op YouTube heeft 144p, wat echt gewoon lage resolutie is en zo. Dan kun je dus gewoon zien dat alles eigenlijk opgebouwd is. Alles wat je ziet op een beeldscherm is opgebouwd uit kleine blokjes, uit pixels heet het. Ja. En het idee achter monitoren en zo en hoe een monitor iets moois maakt, is gewoon door meer pixels neer te zetten. Dus like, het idee is eigenlijk gewoon hoe groter je het maakt, hoe meer van die pixels je erin kunt zetten en hoe meer vloeiend het lijkt. Ja. En dat is dus een beetje wat ik ook heb geprobeerd te doen met dit project. En dit is dan echt een van mijn kleinere projecten, zeg maar. Ja, hier kwam het idee een beetje tot stand of zo. Ja, hier begon het een beetje op te bullen, zeg maar. Ja, en dat vind ik leuk dat die ronde vorm die je hebt gemaakt... die gaat een beetje in tegen, tegen het uiterlijk van Minecraft of zo. Omdat het normaal zo hoekig is en alleen maar blokken heeft. Maar als we genoeg afstand... Ik neem nu een beetje afstand en dan zien we dat het echt zo'n plasticiteit heeft of zo. Dat het echt zo'n... ovale kokervorm is of zo, of een ronding. Ja. En dat vind ik ook leuk als ik hier op E druk en ik bekijk de blokken, dan zijn dit ook bijna de kleurselectie van een tekenprogramma. Ja. En daarom vond ik het ook heel tof om dat in Digilab Maak te behandelen. Omdat jij eigenlijk Minecraft als een soort tekenprogramma bijna bent gaan gebruiken. Mm-hmm. En ja, we komen vast nog wel in een andere aflevering terug op een ander project, waar je echt heel letterlijk gaat tekenen met Minecraft blok. Dat is, ja. Maar dat vind ik er heel tof aan. En jij hebt ook nog een soort... we zien hier in het midden... Hier is een soort brandje geweest, hè? Ja, dat is ergens aan het einde van de Minecraft workshop. Daarna was dit gebeurd. Ja, wol is natuurlijk hoog ontvlambaar. Dus, ja. Maar jij hebt ook nog een soort ander gereedschap gebruikt, hè? Mm-hmm. En die wil ik ook nog even behandelen als een leuke tip, zeg maar. Ja. Een tip voor de mensen die thuis kijken en in Minecraft iets willen maken misschien ook. Mm-hmm. En daarvoor wou ik de Circle Generator gaan bekijken. Ja. Die heb ik hier als het goed is. Oh ja, tweede. Bij Firefox heb ik hem openstaan. Yes.
dit is de website. Ik heb gewoon Circle Generator ingetikt. Ja, inderdaad. Dat is, als je gewoon op Google zoekt naar de Circle Generator, dan kom je wel op een van deze sites. Ja, die zijn eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Inderdaad, als ik even Circle Generator doe, dan kijken we even live mee. Dan krijg je hier meteen de eerste. Ja, meteen de eerste, ja. Ja, je hebt er een aantal. Laten we gewoon de eerste even behandelen. Mm-hmm. Want wat zien we hier? Hier kunnen we een soort... Ja, dit is eigenlijk een soort van plotter. Mm-hmm. En daarbij Width en Height, sorry, yeah. Dan geef je gewoon aan hoe groot... wat de afstand is van de ene kant tot de cirkel tot de andere kant van de cirkel. Ja. Dus hier zie je ook gewoon heel duidelijk van, want hier hebben ze dus 200 hebben ze aangenomen. Dus er zit 200 blokjes van de ene kant van de cirkel naar de andere kant. Ja. En daar zie je dus ook gewoon heel duidelijk van hoe groter je iets maakt, hoe meer het echt op een cirkel begint te lijken. Want dit lijkt al gewoon echt heel erg op een cirkel. Maar als je... Als je het nu zou aanpassen, zeg maar, naar iets van 20 of zo, dan zie je van, hij probeert nog steeds wel een beetje die cirkel te maken, maar omdat het nu al kleiner is, zie je meer dat het wat blokkeriger is. En ja. Het is gewoon extra van, hoeveel groter je het maakt, hoe meer detail je kunt gaan weergeven. Ja, dat vind ik leuk. Je kunt gewoon de lengte en de breedte, of de breedte en de hoogte ingeven. Mm-hmm. En dan zien we hier inderdaad dat hij daar van die pixels eigenlijk een cirkel gaat trekken. En we zien ook een soort bemiddeling van die lijn inderdaad. Het moet een ronde lijn voorstellen. Maar omdat we er nu dicht op zitten of dat hij maar weinig pixels heeft in verhouding. Ja. Zien we die springen van 2 naar 3 naar 1. Zien we dat het toch best wel hakkelig verloopt. Maar als we afstand nemen of we zouden een cirkel maken met heel veel pixels, dan wordt hij natuurlijk veel, veel nauwkeuriger. Ja, kijk, dit ziet er echt gewoon uit als een cirkel. Hier moet je echt heel dicht erop gaan zitten om te zien van, oh ja, je hebt die trappetjes, zeg maar, bij de vorige, bij je 20 heb je nog steeds. Ja, super tof. Dit is denk ik wel een handige tool. Dus hier kun je hem uitrekenen, soort van. Mm-hmm. En dan kun je dat in Minecraft na gaan bouwen. Wat jij ook hebt gedaan. Ja. Niet per se voor dit project, maar wat je bij een groter project nog helemaal hebt overgenomen. Het is echt een beetje heel erg onnatuurlijk en vreemd als je gaat nadenken over hoe je een cirkel moet maken in Minecraft. Dus zo'n tool is echt ongelooflijk handig hiervoor. Ja, tof. Super tof. Ik had hier ook nog een andere kleine trivia. Die ben ik bijna vergeten, maar we hadden het net ook over games. En ik vond het wel de moeite waard om de maker van Mario en Zelda en Donkey Kong, een hele bekende Japanse spelmaker, Shigeru Miyamoto. Mm-hmm. Hij heeft als inspiratie voor zijn game Star Fox, heeft hij gekeken naar die Torii Gates. En zo'n Torii Gate wordt vaak ook, bij andere tempels zit ook, vaak vergezeld met een soort vosje. Een mythologisch Japanse vos. En hij zag voor zich hoe die vos van de tempels dan door die Torii Gate rende. Mm-hmm. Of vloog zelfs. En dat is inspiratie geworden voor het spel Star Fox. Star Wing op de Super Nintendo. Mm-hmm. En dat vond ik ook wel leuk om te laten zien. Om het nog wat terug te koppelen aan het onderwerp games ook. Ja, zeker. Dus we zien dat het niet alleen Menno's vakantiebestemming heeft geïnspireerd. Maar ook een heleboel toffe games voorkomt. Sowieso, ja. Oké, cool. Dit is denk ik een mooi project om zo terug te zien. Mm-hmm. Ook zeker de moeite waard om zo te bespreken met jou. Heb jij nog een soort afsluitende opmerking of zo? Of nog iets anders wat je graag zou willen zeggen over dit project? Over dit project misschien niet zo specifiek, nee. Ik moet wel zeggen, ben ik nu verder gegaan met een project dat, één Minecraft-blok is één pixel. Ja. Theorie echt meer probeert weer te geven. Dus ben ik gewoon een plaatje wat ik heb gevonden, ben ik gaan namaken in Minecraft. Dat gaat... Heel erg veel werk zijn. Ja. Maar ik ben wel enthousiast van als ik dat hier kan laten zien. Ja. Te gek, man. Ik denk dat het wel een leuke aflevering is. Zeg maar. Dat is een mooie cliffhanger om op te eindigen, denk ik. We gaan vast... In de volgende aflevering. Ja, precies. We gaan nog vast veel meer bouwwerken van Menno behandelen. En andere bouwwerken uit de Minecraft werkplaats. Mm-hmm. Dus voor nu heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.